prachtige omstandigheden in de koel. Waar het verre van koel is. Het voelt als zomer. Zaterdagmiddag 4:30. Een prachtig Limburgs onderrondje. De derby van de vijf V's zou je hem kunnen noemen. VVV tegen MVV. Mooie spandoek voor Danny Post. De opstelling van VVV nog een keertje voor u. Daar Juri Schrooien, 4,5 jaar bij MVV gezeten. En alle drie de Limburgse clubs in de keukenkampioen-divisie gehad. Geboren in Weert. Essanoussi in de basis op het middenveld samen met Smans. Zij vormen de dubbele nummer 10 bij VVV, de twee jonkies. Waar Sorga afwezig is vanwege interlandverplichtingen. En daarom Braken in de spits staat, want die is op tijd hersteld van een blessure. En VV wil zich herstellen van die keiharde nederlaag tegen ADO. Doet dat met Zepar in de basis. De topscorer met 4 goals, 4 wedstrijden op rij gescoord. Veelal als invaller. Maar nu mag hij starten van Klaas Wels. Geen Tim Zegers. Essers als rechtsback en Waam terug van een schorsing. Centraal achterin. Marco Kleine begint op de bank. Ntelo in de spits. Die kan wel weer een doelpuntje gebruiken. Tegen ADO was het de tweede nederlaag op rij voor Klaas Wels en MVV. Want daarvoor al 3-1 verlies bij Jong Ajax. En ook al eerder 7-1 bij Emmen. En zo heeft MVV met afstand de meeste tegengoals in de keukenkampioendivisie. Namelijk 26 stuks na 9 wedstrijden. En nu gelijk VVV dat de aanval zoekt en wellicht een kansje voor Braken. Een lastige bal. En hier een klein slippertje van Essers. Essanoussi niet, maar hier komt wel de schietkans aan voor Schrooien. Del Ferrière. Terug naar Nijhuis. Die bal gaat meer omhoog dan dat hij ver gaat. Dan botsen er twee van VVV met elkaar. Maar is wel Braken hier met de schietkans. En Nijhuis met de nodige moeite. Op dat harde schot van Sven Braken. Nog een keer dat schot van Braken. Dat het publiek even op deed veren. Essanoussi. Die is links, dus die zal hem even terug moeten halen. Probeerde die ook. Haalt er uiteindelijk een hoekschop uit. Eens kijken of dit meer oplevert. Braak onder de bal door. Kopbal van Coghlin. Jansen. Smans, Jansen. Prima gespeeld en daar is de kans. Van heel dichtbij voor Simon Jansen. Jansen ertussen. Die ver naar voren verdedigt, die linksback. Ook daartoe wordt aangemoedigd door Luukai. Hier Essanoussi. Dat is een goede bal en er zijn er voldoende van MVV om op te ruimen. Actie van Roemer. Roemer en gesmoord die bal. Nijhuis lag al. En voor VVV was er niemand om het beslissende zetje te geven. Jansen bumpt zich los bij Blummel. Krijgt hem voor en daar is Braken. Daar komt Braken en nu de alarmfase 1 voor MVV. Weer een goede opening, daar is Smans opnieuw. Weer appel voor Hens, maar Waam heeft vooral last van de maag. Zepar
Telo krijgt hem bij Blubbel. En dan vraagt Reemans. Dit is precies wat MVV wil. Zo'n counter met Reemans. En die schiet hem niet binnen. Maar dit is eigenlijk de beste mogelijkheid van de wedstrijd. En illustreert het plan dat MVV heeft. Overgenomen door Dekker. Nu wel de vrije trap en geel voor Orhan Zeppar. De logische kaart, hij protesteert ook niet, Zeppar. Deze vrije trap is wel goed en dan is het raak. Omdat Nijhuis mis zit. Dekker de doelpunt te maken. Ja, Nijhuis moet daar niet zijn. Nou ja, doel is leeg. Dus als je hem dan richting doel komt, dan is het ook raak. Als je als keeper komt, dan moet je hem hebben. De bal blijft een beetje liggen. Bijna was daar Coghlin. En Telo. Nu ineens heel veel MVV'ers eruit. Blummel. Oh, ook even wegglijden. Blummel en Zima. En Telo niet. Even onrustig bij VVV. Maar nu hebben ze hem weg. Veel meer ruimte voor beide ploegen. Blummel nu. Blummel is er voorbij. Blummel. En weer Zima. Twee goede kansen voor Sven Blummel in korte tijd. Reemans. En hier is Zeppar. Zeppar tegen de paal en de rebound voor Entelo, jongen. Nog een keer en voor de lijn tegengehouden. Ja, zegt grensrechter en ook scheidsrechter. Ja, bij Michi Entelo lukt de laatste weken al helemaal niets. Entelo. Daar is geen excuus voor. En ondertussen heeft VVV de bal heroverd op een gevaarlijke plek en is hier bijna de 2-0. Alvallend. Van Johansson. Als Del Ferrière zich in de nesten werkt. Wij nog naar de herhaling van die ongelofelijke missen van Entelo aan het kijken waren. En ja, hij komt net niet goed uit, Johansson. Richting Entelo. Daar is ook Zeppar. Die kan koppen. En weer Zima. Oh. Foutje van Waam. Die probeert Roemer vast te houden. Roemer gaat zelf. Roemer. Nog net getoucheerd die bal. Dan wel door verdediger. Dan wel door Nijhuis. Corner VVV. Na dik een uur. Coghlin niet. Zeppar haalt weg. Dekker. Ja. Beetje zelfvertrouwen getankt met dat doelpunt. Hier gaat Soeren. Van Rooyen probeert hem vast te houden. Daar is Reemans. En nu is het weer niet raak voor MVV. Want hij roeit hem naast. Het is een uitstekende aanval. Vooral dankzij deze actie van Soeren. Die steekt Reemans dan weg. Maar ja, veel te wild. En Klaas Wels realiseert zich ook als je dit soort kansen mist. Dan wordt het heel, heel lastig om wedstrijden te winnen. Van Rooyen. Er zijn twee wissels klaar voor MVV. Maar eerst deze aanval van VVV. Van Rooyen. Ruimte gevonden bij Kees de Boer. Haidara. Ja, onbedoeld is dat uitstekend gedaan. En dan tot twee keer toe Nijhuis. De Boer deed dat vanuit buitenspelpositie. Haidara die dat volgens mij niet expres doet, maar daardoor wel Johansson de kans biedt. En dan de Boer nog. Dat is een uitstekende redding van Nijhuis. Essers, half. MVV krijgt hem ook niet heel lekker weg.
Hier Kees de Boer. Roemer. Tegen Waarman. Goeie 1-2. Mooi gedaan door Post. En daar bijna de 2-0. Ja, de inglijende Johansson. Reemans. Oh, nu ligt er heel veel ruimte voor MVV. Wat een tackle. Ook aan de andere kant nu. Deze is kort en daar is Johansson die de bal wel langs Nijhuis krijgt. Oh, Zegers levert hem dan weer in. Daaraai niet, de Boer. Hoeveel Gehannes achterin bij MVV en nu is het afgestraft. Carl Johansson maakt er 2-0 van. Kansen gehad, MVV. Goede kansen gehad. Bijna onmisbare kansen gehad. Lang bleef het in de wedstrijd. Maar nu lijkt het toch in het voordeel van VVV beslist. Daaraai zet zijn lichaam erin. Post. Bastiaans. Lag blijft naar beneden. Twee man voor het doel. Dan komen er nu nog meer aan. Daar inderdaad, Van Rooyen. Het was een stuk minder kansloos dan die 6-2 tegen ADO voor MVV. Uiteindelijk levert het net zo weinig op, namelijk helemaal niets qua punten. Maar de kansen waren er voor MVV. Misschien nu nog één mogelijkheid voor VVV. Oh, glijpartij. Nou, de Boer. En nog een hoekschop. Al vraag ik me af of die nog genomen gaat worden. Het antwoord is nee, want daar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Martens. VVV wint met 2-0 van MVV. Nee, sfeer is top. Alle ingrediënten waren er voor een derby. En ja, top dat we hem kunnen winnen. Ik denk dat het resultaat alleen telt vandaag. Dus je moet scoren met de mogelijkheden die je hebt gehad. En dat is zonde. En als je iets meer geloof daarin hebt en iets meer vertrouwen in jezelf hebt, ja, dan denk ik dat er gewoon een resultaat haalbaar is hier. Ja, je ziet wel perspectief, ondanks het gebrek aan geloof, misschien al een tijdje lang. Ik vind het een beetje een rare vraag. Want? Waarom zou ik geen perspectief zien als je in de tweede helft in staat bent om VVV voetballen terug te dringen? Nou ja, omdat die ballen er wel in moeten. Ja, oké. Okay. Maar ik zou geen perspectief zien en me zorgen gaan maken als we daar toen niet in staat waren. En als we alleen maar terug uitgedrongen werden. Nou, dat is in de hele tweede helft niet ter sprake geweest. Dus vandaar dat ik je vraag niet zo goed begrijp. Elke wedstrijd is 50-50. Maar ik denk dat we alleen al in het eerste kwartier, zeg maar 3-4, hele goede kans hadden. Dan wordt het natuurlijk een stukje makkelijker. Maar ja, het blijft heel lang. 0-0, dus ja, dan moet je toch weer eerst die eerste goal maken. En gelukkig waren wij dat. En daarna blijft de wedstrijd tot 2 minuten voor tijd gewoon open. Vanuit jouw perspectief, wat gebeurde er? Vrije bal. Ik wil uitkomen, ik ben te laat. Had je er überhaupt moeten zijn? Ja, vind ik wel. Okay. Ik vind dat ik deze bal gewoon moet pakken. Mijn beginpositie is te ver in de goal. Als ik gewoon op de 5 meter, 6 meter sta, dan pak ik deze bal. En ik vind, in ieder geval ik als keeper zijnde wil mezelf ontwikkelen om wel gewoon deze ballen te gaan pakken. Want ja, blijkbaar moet ik me nog ontwikkelen hierin, want dit is natuurlijk geen goed moment.